Hey! Goeiedag in! Vandaag hebben we weer Dit Doet en dat is een serie op mijn kanaal. Oké, vorige week zijn we begonnen met deze serie en jullie zijn allemaal best wel enthousiast erover. Dus dat is pretty cool! Want jullie hebben allemaal hele leuke dingen achtergelaten zoals dit. Geweldig! Hoe kom je erop? Oké, dus jullie hebben allemaal van zulke dingen achtergelaten en ik moest kiezen tussen twee. Eentje die de meeste likes had en eentje die het vaakste werd achtergelaten. Oké, we gaan nu even met elkaar afspreken dat we gewoon alleen de dingen gaan kiezen die de meeste likes heeft. Dus wil jij in Dit Doet komen, zorg dan zeker voor dat jij gewoon de meeste likes haalt, want dan kies ik jouw ding. Oké, nu je dat weet, gaan we gewoon beginnen met Dit Doet. Oké, dit doet elke ouder en de allereerste is op social media meekijken. En dat is echt heel irritant. Oh, wat is deze nou weer een leuke foto op Instagram staan? Mama, waarom kijk je op Instagram? Dat is echt heel raar. Hey Steven! Oké, dus ik heb gezien dat er een meisje bij je reageert met een hartje. Dus je hebt een vriendin. Jongen, doe normaal. Dat is gewoon een vriendin van mij. Waarom is meteen een vriendin? Is meteen een vriendin. Ik vind het echt heel raar. De jeugd tegenwoordig veel te sexy is heel raar. Waarom mag reageer je ineens met een hartje op elkaar terwijl je niet met elkaar hebt? Dat is raar. Je bent vies. Vies. Ja, maar mama, dat doet toch iedereen? Waarom denk je meteen dat iemand die jongen reageert vriendin is? En ten eerste, wat maakt het uit als ik vriendin heb? Dat kan ik toch lekker. Je bent echt een vies joch! Je bent niet van mij! Oké, nummer 2 is dat ze gaan zeggen dat je dingen moet opruimen terwijl je al bezig bent ofzo. Het is gewoon irritant, want ouders zijn alleen aan het zeuren over opruimen, opruimen, opruimen. Ik snap ook niet waarom. Guns don't kill people. I kill people with gun. How? Guns don't kill people. If you want some, I'll give it you. Waarom? Steven, wil je alsjeblieft even je kamer opruimen? Ik heb gewoon echt zo druk gehad vandaag. Ik moet altijd jullie dingen opruimen. Ik ben er echt klaar mee. Waarom moet ik als moeder zijn altijd jullie dingen opruimen? Waarom heb ik nooit rust? Mama, dat doe ik zo. Ik moet even trainen, mama. Ik ben er zo klaar. Ik kom zo naar beneden. Ga je me ook nog tegenspreken? Moet ik een appje sturen naar je vader? Oh, dat dacht ik ook, ja. Hé? Wij zijn ouder, dus luister naar ons. Ja, maar mama, ik wil gewoon niet. Eén ding waar ouders ook heel goed in zijn, is je voor schut zetten voor je vrienden. Ik snap niet hoe dat kan. Misschien als je ouder wordt, dat je gewoon je kinderen die jonger zijn, je gewoon voor schut zet. En dat is best wel vervelend, want waarom gaan elke ouder je voor schut zetten? En ze doen het altijd gewoon op deze manier. Kijk maar mee. Want het is catch toch alles, dus kijk gewoon. Hey Steven, ik heb je salve jong vroeg. Oh, hoi moeder van Steven. Oh ja, nee is goed, leg maar neer. Je salve, deze, willen we voor je slang, voor je, dat ding daar beneden. Wat? Wist je niet waarvoor die is? Het is nog daar, voor die infectie, die schimmel daar, ja, dat is deze voor, hier zo, ja. Oké, en de allerlaatste is echt iets wat vet awkward is. Ik weet niet of jullie het ook hebben. Maar ik vind het echt fucked up als ouders selfies gaan maken. Vind jij deze video nou leuk? Zorg er zeker voor dat je even like en abonneer. En zorg ook zeker voor dat we op deze video de 2000 likes kunnen halen als ze super zijn. En ik ben bezig met best wel iets groots wat ik nog niet kan zeggen, maar het is best wel groot.